Remco, jouw mening over het verloop van het spel? Ja, ik ben wel heel erg tevreden over het spel voetballend gezien. We hebben heel gedisciplineerd gespeeld vanuit onze taak. We weten ook waar onze sterke kanten zitten, we weten ook waar onze zwakke kanten zitten. En ja, die zijn vandaag toch weer boven water gekomen en dat vind ik wel teleurstellend. Hè? We spelen tegen Bolivia, FIFA ranking 47. Nou, het is echt een van de betere tegenstanders die we ooit gehad hebben. En ik denk dat wij onszelf niet belonen door 4-5 doelpunten te maken. En eerder dit spel dood hadden kunnen leggen. Ja, nou toch kunnen we wel zien dat Curaçao de kampioen is van het Caribisch gebied. Wat zijn de voorspellingen die je hebt voor het elftal van Curaçao? Nou, ik denk in lange termijn. We hebben een bepaalde doelstelling uitgesproken. We willen natuurlijk heel graag op het volgende WK staan. Hè. Dat zijn weer nieuwe kansen. We zijn natuurlijk nu Caribisch kampioen en dat moet je ook uitstralen. Dat doen we ook, maar om daar te komen is niet zo, of tenminste niet het moeilijkste, maar om daar te blijven is veel moeilijker. En ik ben heel blij dat we na de Gold Cup natuurlijk die wedstrijd tegen Qatar naar behoren gespeeld hebben. Nou, en als je hier dit vervolg hier aan kan geven, ja, dan denk ik dat je op de goede weg bent. Maar kijk, we krijgen natuurlijk vanaf september de nieuwe league. Ja, en daar willen we pieken, daar moeten we staan. En daar heb je dit soort oefenwedstrijden voor nodig om je meetmoment te bepalen van waar sta je als land. En ik denk dat we daar wel stappen gemaakt hebben. Alleen nogmaals, ik sta hier met twee gezichten. Voetballend gezien ben ik zeer tevreden. Ook de nieuwe jongens die nou gespeeld hebben voor de eerste keer, echt zeer tevreden. Ja. Maar ik ben heel erg teleurgesteld in het feit dat wij tot kans komen, zeg maar. We creëren tot in de 16 meter. Maar het is natuurlijk wel een heel echt teleurstelling, dat zeg ik dan heel licht uitgedrukt, ja, dat je 4-5 open mogelijkheden, 1-1 op de keeper, ja, mist. En daar moeten we aan werken. Dus dat wordt dus een punt waarop wordt gefocust in de volgende trainingen die hier komen, want we hebben aanstaande maandag hebben we weer een spel. Ja. En hoe gaan we hierop dan voorbereiden? Nou ja, goed, we bereiden ons altijd natuurlijk heel goed voor, alleen in die fase komen en daar beslissend zijn is een kwaliteit. En dat ligt ook misschien wel aan de spelers. Kijk, ja, je hebt bepaalde spelers die her en der spelen, die wel de kwaliteit hebben om met twee kansen eens eentje verzilverd. En ja, dat lukt ons nog niet echt. En we hebben ook de Gold Cup gespeeld tegen prima ploegen El Salvador, Jamaica en zelfs Jamaica, of Mexico. Waar we in de eerste 20 minuten ook gewoon prima kansen krijgen om dodelijk te zijn. En dat is nog wel het verschil met topploegen. En als die in zo'n situatie komen, ja, dan is het vaak ja, voor ons heel nadelig. Ja. We hebben, zoals je zei, verschillende nieuwe spelers. Hoe gaat het met de sfeer in het team zelf? Verloopt dit heel lekker? Ben je heel erg blij met de nieuwe aanwinsten van het team? Nou, ik ben zeker blij, omdat ik een voorstander ben van doorselecteren. En je moet gewoon, ja, nogmaals, waar ik het heb over de toekomst. We hebben jongens hier lopen die allemaal nog wel een tijdje mee kunnen. Maar de concurrentie wil ik sterker maken, hè, ten opzichte van elkaar. En weten dat er altijd één of twee mensen in de rug zitten die het over kunnen nemen. Kijk, het is geen clubvoetbal. Ja. Kijk, je moet hier naartoe komen. De jongens zijn fysiek in orde. En je moet binnen anderhalve week moet je iets in elkaar zetten voor de jongens. Ten opzichte van de tegenstander. Nou ja, goed. En daarmee moeten de jongens dealen ten opzichte van elkaar. Ja. Ze moeten hier in de taak waar we het net over hebben, zowel defensief of offensief, moet je die mannetje staan. En er komen jongens die gewoon klaarstaan om dat misschien wel over te nemen. En dat is het verschil. Ja, dat is belangrijk. Nou, wij natuurlijk van Curaçao zijn super trots. We hebben vandaag een heel mooi spel gezien. Dank en wij, als we zien dat inderdaad Bolivia in een hogere ranking en wij zo goed altijd de bal in bezit, meester gedeelte van het spel in bezit hadden, dan weet ik zeker wel dat we goed bezig zijn. En hopelijk kunnen we hoger gaan in de ranking. Ja, nou, het is geen incident. Kijk, ook ik speel altijd sinds mijn aanstelling en ja, hetzelfde systeem. En binnen het systeem waar wij spelen kun je bepaalde systemen spelen, als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, het is niet voor de jongens de ene wedstrijd spelen we 5-3-2 en de andere wedstrijd weer een andere systeem. Nee, vanuit het systeem waar we spelen kunnen we ook zoals Bolivia speelt, die speelt eigenlijk ook in een systeem wat voor ons eigenlijk niet gebruikelijk is, ja, kunnen wij goed wegzetten. En los van het resultaat, de bevestiging heb ik nu
dat wij tegen dit soort landen op deze manier kunnen spelen. En dat was vooraf mijn doelstelling voor deze wedstrijd. Om je meetmoment te kunnen bepalen van waar sta je nu als Curaçao. Nou, Remco, maasje dank, zoals we in Curaçao zeggen. Keep on with the good work. En we zullen een oogje op je blijven. Goed oogje dan, hè? Ja, goed oogje natuurlijk. Remco, jij kijkt natuurlijk naar Colorido Sports, hè? Ja, natuurlijk. Altijd. Okay. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Dat moest ik toch zeggen, toch? Dat was het zeker. Oké, dank je. Hey, dank je wel. Perfect.